Hey, hallo, lieve kijkers van Lekker Schreeuws. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we weer verder met Tabletop Racing World Tour. De vorige keer... even muziekje. Wow, doe maar hoor. De vorige keer waren we bezig met een tijdrit die we volgens mij niet helemaal gehaald hadden, helaas. Maar daarom zat ik te denken, in onze garage kunnen we onze auto upgraden. Dus laten we hier eens kijken. Hoeveel punten... Oh, we hebben 9000 punten. Dus topsnelheid, acceleratie, wegligging en panzer kunnen we upgraden. Laten we eerst topsnelheid doen. Die kunnen we gebruiken. Wat extra topsnelheid. Laten we ook gelijk wat acceleratie bij gooien. Zo, en de weglegging. Laten we het allemaal gewoon... Hoppakee. Dat we nog maar twee van de drie hebben daar. Ziet er goed uit. Oh, ik zie zelfs nog wielen. Wow, driftwielen. Blinkwielen, we hebben hier shield. Wauw. Het zijn wel dure wielen. En wat kunnen we nog meer? Lak. Maar we kunnen een ander uiterlijk. Wow, dat is een beetje verrusten. Laten we dat maar niet doen. Wow. Wow. Die is cool. Zo, doe maar hoor. Helemaal oranje. Daar gaan we voor sparen. 5000. Die kunnen we serieus gaan kopen. En die is 10.000. Herbie. Nee, laten we gewoon hoppakee. Boom. Deze oranje. Ha. We hebben nu gewoon een oranje Volkswagen. Yes. Oh, kijk ons dan. Super vet. En nu we dit hebben, gaan wij... was ik gebleven? Kut klassiekers hier, denk ik. Hier. Bougie trofee. Oh ja, en we... Deze. Ja, 90 seconden om de beste ronde te rijden. Alle power-ups zijn er hebben. Ja, oké. Okay, prima. Deze gaan we nog even proberen. Over de sushi-baan was dat volgens mij. Die hebben we niet gehaald. En nu moet ik even kijken. Wat is ook weer? Oh ja, dat was gas. Dat is remmen en resetten. En dat is power-up afvoeren. Oké. Okay. Ah oh ja, het heeft trouwens even geduurd voordat ik weer een nieuwe video ging maken. Dat kwam omdat het de afgelopen dagen best lekker weer was. En daar had ik gelijk last van hooikoorts. En nou ja, dat resulteerde erin tot ik lekker aan het snotteren was. En aan het niezen en rode ogen. En dat wou ik jullie niet aandoen om daarna te luisteren en naar te kijken. Maar inmiddels gaat het weer goed, dus we kunnen gewoon weer lekker verder. En dit is geen sushibaan, dit is een andere baan met speelgoed. Oké, dat is ook interessant. Ik weet nog steeds niet wanneer ik gas moet geven. Nu, geen idee, we krijgen die turbo niet. Maar goed, laten we... Let's go. Oh, de auto is... sneller. De auto is echt sneller. Jammer dat hij die power-up miste. Oh, die missen we ook. Ik heb ook echt geen idee hoe de baan gaat, trouwens. Oh, boom. Oh, dit is leuk. Oh, haal ik de bocht? Yes, nice. Oké, okay, oh, dit is het rondje. Oké, okay, ik heb geen idee... welke tijd we moeten verbreken. Oh, dat was wel heel erg heftig geremd. Zoveel is nou ook weer niet nodig. Die turbo meenemen. Deze bocht. Wow. Deze bocht geen gas geven. Dan hier op het lange stuk. 50 seconden. Oh, we moeten ook echt binnen die tijdzone. En ik miste de power-up. Netjes, man. Thank you, dude. Power-up missen. En die heb ik wel. Nice. Oh, dat scheelde echt niks. Of ik was afgevallen. En over de finish. Boom. Ik heb echt geen idee hoe snel dat is. Oh, beste ronde. 17 seconden. 17 seconden. Dat betekent gewoon serieus dat we het hebben gehaald, of niet? Want 3 sterren, dat is voor 19 seconden. We hebben nu 17 seconden. Dat betekent dat we gewoon al de 3 sterren hebben gehaald. 17,9 is onze snelste ronde. We hebben dus eigenlijk gewoon al... We hebben het al gehaald. Nice. 3 sterren. Gewoon in de eerste poging gelijk al. Dit rondje gaan we niet meer afmaken, helaas. Maar dat maakt niet uit. En eerste, boom. 3 sterren en 2.500 euro bij en 300 XP. Nice. Die ging eigenlijk best goed. Best goed, die ging gewoon gelijk heel erg goed. Nice, oké, volgende. Kijk, dit is het begin wat ik wou. De vorige keer ging dit heel goed, maar dit, hoppakee. Zo doen we dat. Waarom ga ik trouwens hier maar instellen? Dat is een beetje teleurstellend, hè? Dat kan beter, dus laten we... Zullen we deze even opnieuw proberen? Oh, dit was de sushibaan. Ja, daar moeten we dus binnen de 1 minuut en 3 seconden. Laten we het gewoon nog een keertje proberen. Race maar over de sushi heen. Over de sushi racen. Oh, en ik zit in de knip bij mijn kabel van mijn oortjes. Aha, zo moeilijk ook allemaal. Goed, we kunnen beginnen. 1 en 3 en 2. Ik heb echt geen idee waarin ik gas moet geven, dus ik geef nu gas. Ook dat helpt niet. Hoe krijg ik turbo? Sushi van de baan rammen. En, oh netjes, ik ben van de baan afgevallen.
Oké, dit gaat dus geen snelle ronde worden. Ik zie daar dat onze snelste ronde was 1 minuut 12. Dat moet best te doen zijn. Nou ja, deze ronde niet, want dit ging echt heel slecht. En we hebben wel echt hele heftige muziek in de achtergrond, zeg. Dit gaat nog niet snel. Jezus. Kom op, even tempo erin. Als we het willen winnen, dan moeten we dat niet zo doen. Oké, ik ga nu de ronde snel in. Als ik hier deze bocht goed neem, dan ga ik nu een snelle ronde inzetten. Dus met turbo over de finish. En nu gaan wij gewoon gelijk, hoppakee. Oké, die bocht nam ik niet helemaal goed. En we gooien hem gewoon weer van de tafel af. Waarom vind ik deze baan zo moeilijk? Oh, zo moeilijk is het toch echt niet. Oké, hier de power-up niet gebruiken. Oh, we driften hem gewoon keihard door de bocht heen. Netjes. Hier ook weer, gewoon keihard driften door de bocht heen. Kan gewoon, kan gewoon. Oh, dit was... We hebben niet eens... Oh god, we hebben niet eens een tijd kunnen neerzetten. Oké, dit doen we even overnieuw. Ik wil wel een fatsoenlijke tijd neer kunnen zetten. Dus poging nummer zoveel op de sushi. En go! Ik wil nog steeds uitvinden hoe je die turbo krijgt, want ik snap het niet. Ik snap het niet! Oké, die bocht moet ik anders nemen. Die conclusie kan ik inmiddels trekken. Oké, die bocht gaat wel. Turbotje. Hier moet ik niet met de turbo de bochten, want dan vlieg ik er sowieso vanaf. Oké, daar gaan we. Deze ronde gaat hem worden. Ja, kijk. Oké, die gaat nog redelijk. Die turbo meepakken. Hier de turbo inzetten. En hier weer op de turbo. En wat gaat deze tijd zijn? Oh, wacht, huidige tijd. Een event record is 1 exit. Oh, je moet alle drie de rondes zo snel mogelijk afleggen. Oh, wat? Het gaat dus niet over 1 ronde zoals net, maar het gaat nu gewoon over alle drie de rondes. En ik mis gewoon weer de power-ups allemaal. Hey, netjes hoor. Oh, ik had gewoon nog een power-up. Vandaar dat ik niet... Oké, tweede. Nou ja, dat is beter. We zaten er 3 seconden... Ja. 3 seconden vanaf. Maar goed, dat was nog wat te doen. Dat viel nog wel mee. Dus 2 sterren vind ik al beter dan 1. Dus we gaan verder. Nice. Die hebben we ook weer gehaald. Wat kunnen we nog meer doen? Wat is de volgende? Die. Ik kan niet zien wat het is, maar dat gaan we nu zien. Dit is een... Wat is het? Oh, dit is gewoon een event. Tegen anderen. Oké. Oké, mijn neus jeukt nog wel een beetje van de hukkers, maar we overleven het wel. Maar goed, dit is dus tegen anderen. Oké, dit zit trouwens een ingewikkelde baan waar we ook weer overal vanaf kunnen vallen. Ga wat worden in onze oranje Volkswagen Beetle. Go! Waarom krijgt iedereen turbo en ik niet? Ik wil ook turbo. Wow, een vuurwerk. Holy shit. En we hebben Herbie voor ons rijden. En wat heb ik? Een raket. Sorry Herbie. Ah, ik ben ook door iets geraakt. Dat was niet goed. Oké, we liggen momenteel derde. Turbootje mee. Wat heb ik gepakt? Oh, ik... Wow. Oké, die was ook vet. Een soort krachtveld. Ha, ik heb je bom ontweken. Ha, jammer dan. Oh, we gaan binnendoor bij het busje en we gaan... Oké, we gingen binnendoor bij de mini. En we snijden ze ook even lekker af, tuurlijk. En de bom, achter ons. Hoe leg ik hem ook weer achter me neer? Oh, gewoon klikken. En zo te horen heb ik iemand geraakt. Nice. Oeh, bom net ontweken. En we hebben een turbo, nu. Dan kan ik hem mooi binnendoor steken en buitenom en dan haal ik de bocht net niet. Dit is jammer. En weer een bom. Wat moet ik met een bom? Nee, ik ga niet in kanalen. Dat is de laatste ronde. Dat is de laatste ronde voor plek nummer 1. En ik heb een turbo. Ja hoor. Boom. En wij liggen eerste. Oh nee, ik raakte hem niet. Nee, ja, ga er voorbij. Yes. We hebben gewonnen. Woe. Zo doen we dat. Lekker serieus. Hier is een oranje Volkswagen Kever. Winnen we gewoon. Hatsplats. Nice. Alpakee, eerste. 3 sterretjes erbij.
En gelijk 2500 euro, 400 bonusmunten en 300 XP. Allemaal weer erbij. We zijn inmiddels level 5, hebben we 8500 munten. Nou, lekker hoor. En we hebben inmiddels weer de volgende twee dingen vrijgespeeld. Namelijk opnieuw een tijdrit. En dit ziet er gevaarlijk uit. We moeten tegen de sticker rijden, denk ik. Geen idee wat het is. Ziet er interessant uit. Maar dat gaan we nu niet doen. Nee, helaas moet ik dit teleurstellen. Dat gaan we in de volgende video doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou leuk? Laat vooral even de blauwe duimpje omhoog achter. Zet hier ook vooral beneden in de comments neer wat je ervan vond. Hou vooral ons kanaal in de gaten als jij meer van dit wil zien ook. Want ik ga natuurlijk wel verder. Dus ben je nog geen abonnee? Klik dan vooral even op dat abonneerknopje. Of zoals Mitchell dat heel goed kan zeggen. Ben jij ook geen snor laten groeien? Druk dan nu op het abonneerknopje! Dan krijg je snor! Precies dat dus. En bedankt voor het kijken en ik check jullie later.